Het leven wat we leiden is misschien ook gewoon, is gewoon te extreem. Ja. Dus je hebt ook die ontspanning nodig. Nou, ja, zei... maar dat had die jongen ook nodig, toch? Ja, nee, ik dat de jongen helemaal niet nodig. Ja. Ik vond het hartstikke, hartstikke eng dat hij dat deed. Want ik denk, uh, ik geef om je. Dus ik wil liever niet dat je dat soort dingen doet. Toen zei je tegen mij van... Ja, maar jij weet niet wat het is. Want uh, jij uh, probeert nooit wat. Daar zijn we weer. Zijn we weer. Terug weg geweest. geweest. Voor jullie niet. Want vorige week is een andere aflevering online gekomen. Ja. Ik had me voorgenomen om vooruit te gaan werken. En nu zitten we weer... Een week voor de deadline ongeveer. Echt? Nou, twee weken. Maar goed, het is nog steeds wel een soort van. Ja, nou, dat vind ik echt vooruitwerken. Voor het blijft je echt steeds een ongoing thing bij mij. Is dat ja, niet vooruit kan werken. Ja. ja, maar dat is ook gewoon lastig, toch? Wel, dit kan uh, ja. wel. Ja, dat zou ook kunnen. Deels. Ja, maar we moeten, het wel, uh, we moeten het wel voelen, toch? Ja, we kunnen het ook niet nu al opnemen en in december uitzenden. Dat is ook weer een beetje gek. Dus dat is wel die... heel erg vooruit. Ja, dat is heel erg vooruit. Zou wel zijn. Laten we eerlijk zijn, dat zou wel lekker zijn. Vind je dat lekker? Dat je gewoon, ja, het zou kunnen, maar dan moet je gewoon hier in de kooltrui gaan zitten, toch? Nou ja, wie weet. We uh, kunnen het wel doen. Even kijken. Nu is het begin juli of midden juli. Ja, het zal weer midden juli dat we dit opnemen. En dit komt volgens mij eind juli online. Oké. Okay. Eigenlijk moeten jullie dat helemaal niet weten. Nee, we, we nemen dit elke week op. Toch? Maar mm -hmm. hoe is het met je? Ja, spetterend. Ja. straalt van me af. Ja, maar het straalt dame. altijd van je af, meid. Ja, ik ben echt uh, vrolijkheid zelf. Ja, altijd al geweest, toch? Nee, maar ik voel me prima eigenlijk. Ja? Ja, ik ben een beetje um, duf, omdat we net allerlei tiramisu hebben gegeten. Ja, Dat, uh, was, uh, daar hebben we gelijk ook het onderwerp van deze podcast uh, dadelijk voor, volgens ja. mij. <laughs> Dat zit namelijk in de tiramisu. Ja, zo inderdaad. Uh, maar goed, uh, voor de rest gaat het dus wel goed met je. Ja hoor, met jou? Ja, met mij ook wel. Beetje gestrest. Waarom mee gestrest? Ja. Het gewoon te veel hooi op je vork? Altijd, altijd. Nou, ik ben, ben vooral heel, um, niet geïrriteerd, maar wel, nou ook wel ergens een beetje geïrriteerd dat uh, de uh, webshop online live staat. En daar mm. ben ik heel de tijd mee in mijn hoofd bezig... omdat ik ook heel lange, veel berichten ja. krijg van mensen ja. die van... ah, oh, komt eindelijk de merch weer, komt eindelijk de overprikkeld mm. uh, shirts weer. We hebben zelfs een ander shirt wat we willen. We hebben nog een hele andere collectie die we zelfs al ontworpen hebben. Maar het duurt een beetje lang allemaal, mm -hmm. terwijl we het al hebben. Ja, maar dat is wel omdat we weer een stapje omhoog gaan met onze... Uh, dat is waar. Onze uh, items... Dat heeft soms tijd nodig, hè? Het heeft tijd nodig. En het wordt beter. En het wordt mooier. En het wordt. Uh, het was sterker al heel mooi hoor, trouwens. Maar, uh, het was al mooi, maar het wordt beter nog. Ja. Uh, mooi labeltje. Duurde een maand voor te laten drukken. Nu gaan we dozen laten drukken. Nu hebben we. Uh, samples zijn we aan het opvragen. Dus moeten we ook even kijken hoe dat eruit ziet. En al dat soort dingen. Dat kost heel veel geld. Maar dan heb je hopelijk ook wat. Maar Goed, we hebben natuurlijk een onderwerp vandaag. Want dan zit er in de tiramisu. In de tiramisu zit alcohol. En we gaan het eigenlijk hebben over uh, verdovende middelen, toch? Over het algemeen verdovende middelen. Ja, alcohol, drugs. Dan nou, zijn we snel klaar, want ik heb er nooit iets uh, genomen. Nooit? Nee. Nooit, nooit. Je drinkt af en toe alcohol, toch? Ja, oké, okay, maar niet tot op het punt dat het verdovend bij me wordt. Maar het is altijd verdovend, toch? Het zijn verdovende middelen. Altijd meer. Nou, dus... Hè, net met je hoe was je ook eventjes uh, in de woorden. Nou, ik was echt het, pa het padje een <laughs> beetje kwijt, inderdaad. Dat is wel echt waar. Ja, maar... ja uh, waarom we het hier over hebben is omdat wij het wel vaker met z'n tweeën erover hebben. Uh, als we ergens zitten of wat dan ook. dat het, dat het eigenlijk al heel normaal lijkt te zijn voor mensen om um, eigenlijk overal en altijd alcohol uh, te drinken. Alcohol is een soort van ding wat als je het niet drinkt, dan ben je saai. Ja, ja. ja. En, uh, ik ben nou, al ik, het altijd heel saai gevonden door heel veel mensen. Ja, jij hebt altijd saai gevonden... ...want jij eigenlijk niet zo uh, veel alcohol drinkt. En nou, ook nooit echt... Ja, heb willen. Nooit, nooit dronken? Nee. En uh, ik heb dat wel al een tijdje gedaan... omdat ik merkte dat ik daar minder autistisch van werd. Ja? In mijn hoofd, uh, van buiten waarschijnlijk Ho, Hoe beschrijft dat eens dus dan? <laughs> hoe werkt dat? Nou ja, als um, zeg maar autist uh, zijnde... Ik heb allerlei verschillende uh, gradaties natuurlijk en uh, soorten, maten en vormen. Maar uh, bij mij werkt het zo dat ik um, heel veel maskeer. Heel veel nadenk. Over uh, sociale interacties bijvoorbeeld. Yeah. Ik zit meer na te denken over wat ik terug kan zeggen dan dat ik het daadwerkelijk uitspreek. Mm -hmm. Want dan in mijn hoofd is het alweer helemaal, uh, kan ik dit wel zeggen? Hoe wordt erop gereageerd? Nou, zo gaat het de hele dag door. Yeah. En uh, toen ik voor het eerst echt... Um, wat meer dronk dan één uh, drankje achter elkaar. Toen uh, gooide ik gewoon alles eruit. zag hm. ik, zo zo kan het dus ook zijn. Doe jij je een halve alcoholist? Nee. Weet oh. nou. je? Weet je dan. Ja, echt? Ja? ja, ik ben wel eventjes... Uh, eventjes heb ik er uh, te veel van gebruikt, ja, denk ik. Dus het werd voor jou een soort van middel om te kunnen praten? Nou ja, en vooral in, in nou, die periode... Dat is dan een aantal jaar geleden. Dat was sowieso niet echt uh, gezellig voor mij. Ik was een beetje eenzaam. En ik merkte gewoon dat... Um, ik had gewoon ja, de fut en de energie er niet meer voor... om überhaupt uh, moeite ergens voor te doen. Laat staan dan nog een gesprek houden. wat het voor mij gewoon altijd heel veel moeite kostte En um, dan dacht ik van... Ja, als het dan makkelijker gaat, waarom niet, toch? Ja. Ik kan altijd waar. nog stoppen, dacht ik. Dacht je. En nu zit ik bij de EE. Oh <laughs> nee, Ik ben gelukkig niet verslaafdsegevoelig. Nee? Nee, ik heb wel het even gehad dus wel verslaving uh, of dat dan weer niet? Ja, ik weet het niet eigenlijk of dat, ik, ik ben er eigenlijk gewoon heel makkelijk vanaf kunnen komen. Uh, ja? ja, als in. Uh, ik heb niet uh, moeite gehad om, uh, om mezelf een halt uh, toe te roepen. Nee. Op een gegeven moment was ik er gewoon een beetje klaar mee. Dacht ik, ik heb geen zin om te uh, drinken om het gezellig te maken voor mezelf en voor de anderen. Uh, ik wil gewoon met mensen omgaan waar ik het sowieso gezellig mee heb, of ik nou alcohol drink of niet. Ja. En uh, dat is een beetje de switch geweest eigenlijk in mijn hoofd. Waarop ik dacht, uh, ik ga niet standaard meer drinken als ik wel no alcohol ga. for me. Ja, nou, nou wel nog als ik het gezellig vind, Dus ik vind alcohol wel lekker als in wijn. Ja. En mixdrankjes zijn natuurlijk sowieso lekker, maar vind ik. Maar uh, wijn vind ik echt uh, af en toe echt wel lekker. Um, maar als ik bijvoorbeeld, um, nu uh, zou uh, met mijn schoonfamilie zou afspreken. <laughs> en uh, het is niet zo gezellig voor mijn gevoel, dan zou ik niet meer gaan drinken. Oh, ik wil zo zeggen je schoonfamilie omdat hij zoveel drinken. Maar ja, goed, mijn vader dronk nooit, mijn moeder dronk nooit, mijn zus drinkt niet. Nee, Ik precies. heb echt de, de meeste goede opvoeding ooit gehad, denk ik, in die zin. Je zou ja. wel zeggen dat je daar gebeld van wordt en dat je dan juist zelf wel gaat drinken. Het ja. enige wat mijn ouders ooit hebben zien drinken, is kumquat. Wat is dat? Ja, dat is een, uh, een Grieks drankje. Uh, oranje was dat, vonden mm. ze wel lekker. En dan hadden ze we dan wel flesjes in huis. Mijn vader heel soms een beetje rum in een colaatje. Maar dat mm -hmm. was een gekke avond hoor, als hij dat deed. Nou ja, als in, dan, dat deed hij eigenlijk nooit. Ja. Um, ik heb in mijn, okay, dus in mijn tienertijd heb ik nog wel eens een uh, smer of ijs gedronken. Yeah. Maar niet omdat ik de alcohol dat ik dacht, oh spannend alcohol, maar meer omdat ik het gewoon wel lekkere smaak vond. Ja, maar vond je dat prettig dat je ouders weinig dronken of wist je niet echt of het normaal of? Uh... Ik zag dat het was normaal dat. Ja. En ook niet door school, als mensen dan zeiden van, oh ja, uh, dat ze gingen zuipen en zo. Ja, ik had daar nooit zo, uh, ik had altijd nooit zo behoefte aan eigenlijk. Nee. Ik zag altijd, vooral wat, wat ik heel veel zag, is dat mensen heel erg uh, de dag erna een rot uh, dag hadden. En dat hoorde ik altijd en dat soort dingen. En dat ze nog op school kwamen dat ze dan uh, een beetje katen. Op school? Welke ja, school? Graaf CCM dan of zo? Middelbare school. Middelbaar? Ja, waren ze uit geweest, ja. Oh. Dat is dan wel, ik had niet veel mensen hoor, maar er waren wel een paar Die yeah. dan wel alcohol dronken En dan dat ik dacht van ja, daar heb ik echt Daar zou ik dus echt nul zin in hebben yeah. Dus uh, nee, ja, het is nooit ook in me opgekomen Van ik ga nu alcohol zuipen mijn, mijn ouders, we waren op vakantie Ik weet nog, ik was denk ik acht, negen denk ik of zo Toen zagen we een biertje op de schouw staan mm -hmm. In een vakantiehuisje in Frankrijk Helemaal onder het stof En toen zei ik van ja, wat is dat? Toen zei mijn vader weer drinken dan Zoiets, of kan ik dat drinken of zoiets. Toen yeah. mocht ik het drinken. Ik vond het zo smerig. Maar je was nog niet koel cool gezet. Nee, ja, ik heb, nooit, ik heb <laughs> nooit alcohol gelinkt aan koel cool zijn. Nee, nee, als in Moe. koud gezet. Het drankje als niet koud gezet. Hoezo? Oh, Wat <laughs> je, gelauwe bier. Weet ik of eigenlijk Heb je het in niet. de koelkast even gezet of zo? Ja, denk het niet eigenlijk. Nee, het was echt lauw. Ja, maar dat is ook sowieso... Toen ik voor het eerst een, een slok wijn nam, dacht ik echt van... Oeh, wat vies is dit zeg. Ja, maar het is toch wel gek. Terwijl, als ik nu terugdenk aan mijn, aan mijn jeugd en dat soort dingen... Dan denk ik, ja, eigenlijk wel gek dat ik vanaf... Ik heb nooit gevoeld dat ik dacht van... Ik moet alcohol gaan drinken omdat ik het stoer vond of omdat ik... Terwijl er waren zoveel mensen die alcohol drinken, dronken om me heen... Qua vrienden en dat soort dingen. Ja. En mensen uit mijn klas en dat soort dingen. Iedereen dronk altijd wel iets, ja. Uh, maar nooit dat ik dacht van, nu ga ik dat ook doen. Maar misschien ook omdat jij nooit echt het gevoel hebt gehad dat je uh, uh, anders voor moest doen dan in die zin. Nou, dat sowieso niet, maar... Nee, maar dat is toch überhaupt knap voor een tiener. De meeste tieners willen gewoon echt meedoen met wat er dan op dat moment ook, gedaan wil wordt. Dat wilde ik ook wel ergens, maar niet, ik ging niet dingen doen die ik niet wilde maar waarom je wilde het niet omdat je interesseerde je gewoon niet of zo nee, interesseerde me niet en ik had ook niet vrienden die standaard altijd al gelijk dronken of zo. Nee, dat precies. niet wel ik had best wel vrienden gewoon ja best wel lulletjes rozenwater als vrienden misschien dat nee, had echt wel <laughs> dat mee. Zijn maar, de leukste toch maar niet, niet dat ze daar echt mee we waren er allemaal niet zo mee bezig in die zin nee en ik heb wel eens wat op weet je ik heb wel eens een briezer op ik heb wel eens een dit of dat maar nooit dat ik eh, als ik het dan op had of, of dat had ik een paar slokken dan dacht ik ja ik vind het eigenlijk niet ja is oké, okay, maar mm. ik vind het niet uh, geweldig of zo. Maar ik heb heel weinig alcohol eigenlijk in mijn leven. Maar op het enige alcohol wat ik binnenkrijg, als bagremedic druppeltjes uh, van die homeopathische druppels. Ja. Oh, dat is natuurlijk ook een beetje om het goed te houden. Ja, daar zit altijd alcohol in. Ja. Maar ik heb nooit begrepen, tot op de dag van vandaag, niet. Ja, nou, ergens. Ik begrijp het wel, want we. Uh, ik heb het ook veel geanalyseerd, dat ik dacht van, waarom vinden mensen het nou zo chill? Maar ik denk ook dat oprecht mensen. Veel dat heel veel mensen het nemen... en correct me if I'm wrong... als je het niet ermee eens bent... comment vooral... Maar heel veel mensen het nemen om iets leuker te maken. Er zijn ook heel veel mensen die het lekker vinden. Ja, of zichzelf ontspannen. Om te ontspannen en om iets leuker te maken. Want um, het ontspant sowieso. Ja, ja. En um, je wordt er vaak... gewoon rustiger en prater nou niet rustiger, praat rustiger van binnen... prateriger van. Ja. En uh, ik denk ook wel dat je... Um, een soort van met elkaar, ja dat ook gewoon aan elkaar merkt. Snap je dat ja, als gaat je allebei in, je wat gaat uh, allemaal in een bepaalde bepaalde wat meer, uh, ja. Dat dat en dat en dat snap ik ergens wel. En ik snap ook wel dat mensen het nemen. Mm -hmm. dat heeft mij, ik, kijk, ik vond het altijd wel vreemd... dat mensen zeiden van ja, maar je moet echt uh, we gaan je een keer dronken voeren of uh, ja, je moet echt een keer dronken zijn. Ja, zo. Dat is, toch, dat ge daar is echt geen, zo. daar is echt niks aan. Nee, want Ik zag films. Voel. Ik keek al vanaf jongs of aan films waarin mensen ook alcohol misbruikten mm. en dat soort dingen. Ik zag altijd van dat vind ik helemaal niet chill. Dus ik snap ook nooit waarom nee. mensen er nou echt aan zijn gegaan als ze dat allemaal zien. Ja. Um, en ik vind het niet per se super lekker. Nee. En dat is wel een verschil. Ik vind een rood wijntje op zijn tijd echt wel lekker qua smaak. Maar niet dat ik tot op uh, het overmatige gebruik zou doen of zo. Mm. Helemaal niet zelfs. Nee, nou ja, is toch goed dat je het zo uh, voor jezelf. Uh... Ja, dat is wel goed. Maar... Ja, en ik vind het alleen maar prettig dat jij weinig drinkt. Want daardoor ga ik zelf ook minder drinken. Ja. Yeah. En ik vind het, uh, ja, ik vind het niet zo'n gezond idee überhaupt. En waarom vind je dat dan uh, fijn? Want ik dat. Hoor ja, omdat je ik je. het zelf niet. Ik vind het uh, voor mijn lichaam vaak een aanslag als ik het doe. Mm. Ik merk gewoon als ik bijvoorbeeld twee of drie wijntjes op heb, dat ik de volgende dag al minder lekker wakker word. Een beetje misselijk en een beetje gewoon uit moet doen. Ik kan altijd iets somberder, ben ik. Dat je toch even een soort van uh, een bepaald stofje uh, opgebruikt hebt. Ik weet niet of, überhaupt of dat met alcohol gebeurt, maar... Nou ja, je lichaam die moet het heel erg hard eruit werken. Ja. Uh, ik heb wel eens begrepen dat alcohol, ook als je het uh, in veel, veel matige uh, doet... Uh, of als je het heel veel doet... Dat die katers en zo, je lichaam eigenlijk het alleen maar aan het bevechten is. Zelfs he, helpt het niet echt om bij te slapen en dat soort dingen. Dat helpt eigenlijk niet. Want je lichaam is de hele tijd bezig je om. Het lichaam is zo druk bezig dat je eigenlijk ja. slapen, rust je niet uit. Je rust niet uit met alcohol. Nee. nee, je lichaam is de hele tijd continu bezig. Dus als ik nu dan af en toe wel eens wat drink, dan is het echt omdat ik het lekker vind. Ja, maar jij vond het echt fijn. Om te horen dat ik niet dronk. Ja, omdat ik uh, vanuit het verleden gewoon een beetje angstig ben voor mensen die veel drinken. Ja. Dus um, dan... Uh, als je meer bijvoorbeeld of niet? Nou ja, als bijvoorbeeld uh, nou, dat is gewoon uh, zeg maar, uh, ervaringen uit het verleden. Ja. Maar als dan bijvoorbeeld mijn ex-vriend is uh, een keer helemaal lang was... Dan ja, dan was ik gewoon heel angstig voor zijn gedrag ook. Ja. En dat iemand helemaal anders is. Dat is, hey, vind ik lastig. Maar het gekke is wel dat je het zelf wel gebruikt. Dus om inderdaad. Ja, maar te... ik weet van mezelf dat ik niet. Uh, um, als ik één iets drink, dan ga ik niet veranderen. Hm. Ik word gewoon meer pratiger. Maar je hebt mensen die echt al snel heel anders gaan doen. Agressiever of zo? Ja, of agressiever. Of. Uh, of uh, ja, gewoon niet zichzelf. En dat vind ik. Ja, ik vind het sowieso eng als iemand opeens een beetje anders doet. Er. Ja. Maar dat is ook. Uh, het zal allemaal wel uh, dingen uit het verleden zijn. Uh, dus ik ben echt uh, meer dan uh, gelukkig dat jij uh, daar die behoefte ook helemaal niet aan hebt. Nee, ik ben de enige verslaving die ik heb, is aan eten. Maar ook niet echt per se heel heftig, maar nee. als ik iets zou moeten kiezen wat ik niet zou kunnen laten, is het eten. Ja, ja maar dat is ook geweldig. Ja, maar toch? lekker eten. Ja, lekker eten. Dat maar denk. ook gewoon eten eten hoor ja eten eten maar nou, nou ja op zich nee ja, ik vind ja nee nee dat niet op een gegeven moment als je op bepaald soort manier eet je gaat alles lekker vinden zeg maar. dat is waar als je ja, op een ja, gegeven moment een kap met suiker, je, suiker ja. bijvoorbeeld je zegt ik wil even een maand zonder suiker of uh, een maand ga ik even vegan eten of zo De smaken veranderen echt dat is waar maar eten ja nee ja, ik, ja. maar überhaupt uh, verdoven kijk ik vind persoonlijk is echt mijn mening mm. Um, dat alcohol over het algemeen te normaal gezien wordt. Ja, ja, ja. Um, ik Zeker. maak het op, oprecht niet uit. Mensen mogen zich helemaal de in indrinken. Dat is me echt niet. Mm -hmm. Maar ik vind wel zorgelijk dat iedereen dat soort van als normaal ziet. Als je, als je dus niet drinkt, dat je saai bent. Yeah. Dat sentiment. Ik merk wel dat het iets begint te veranderen. Dat mensen daar wel iets bewuster mee beginnen te worden. Ja. Mm -hmm. yeah. Maar ik denk dat toch de hele grote groepsdruk rondom alcohol wel... en, en misschien ook wel drugs. Nou, drugs misschien wel iets minder, omdat het een heel verboden hoekje zit of zo. Ik vind persoonlijk echt oprecht dat alcohol gevaarlijker is dan, uh, dan drugs. Omdat drugs best wel... Al Wordt gezien mm -hmm. als van. Hm. Ja, doe er voorzichtig mee. Drink ja. er niet mee. En alcohol is zo normaal. Als je jong ja. bent, dan ga je er al aan je ouders voeren. Nou ja, goed, mijn, mijn ouders hebben ook mij een biertje laten drinken of jonge <laughs> Maar goed, dat was wel echt anders. Ja. Uh, maar het is wel best wel normaal. En op, nogmaals, iedereen moet echt zelf weten hoor. Um, maar ik denk wel dat de manier waarop we het zo normaal allemaal vinden, dat dat wel. Ja, nou, je ziet het ook gewoon, dat het niet de goede kant op gaat, toch? Nee, ik uh, ben soms wel eens verbaasd over hoeveel uh, hoe mensen ook drinken. Ja, maar een krachtje ja. kratje op een avond is niet eens raar. Nee, tien biertjes is gewoon uh, in het weekend standaard of zo. Ik zeg zijn niet per persoon hoor, maar als je met z'n tweeën bent of zo, weet je wel gasten of met z'n drieën, dat is mm -hmm. gewoon een kratje in de weg suipen. Ja, Hier, maar je vraagt je ook, ja, omdat ze eindelijk dan kunnen ontspannen na een week nou, werken, bijvoorbeeld. En, en dat snap ik, hè? Want ik ben ook, het is niet dat ik judge of zo, want mm. ik snap echt dat mensen willen ontspannen. Het leven wat we leiden is misschien ook gewoon, is gewoon intens, te extreem. Ja. Dus je hebt ook die ontspanning nodig. Mm -hmm. Alleen het zou wel. Doe dat dan één keer per maand. Ja, maar je lichaam ontspant er niet van. Het rust er niet van uit. Nee, ja, maar je geest wel. Ja, je geest. Maar dat doe je eigenlijk ook wel als je bijvoorbeeld één of twee drankjes doet. Hè? Ja. Dan kun je ook wel even wat ontspannen. Ja. Het is vaak dat we dat we geen rem, uh, dat we onze rem een beetje verliezen. Maar wat jij zegt, ik heb ook al een tijd gehad toen ik zelf dronk. Dat ik het ook ongezellig vond als een ander niet dronk. Ja? Dan dacht ik van, oh um, ja, van tanszijgend. Ja, echt? Ja, dan denk ik van, uh, ergens is het misschien ook wel, omdat je voelt ook wel een zorg van dat wat je doet, niet, sowieso niet goed voor je is. Nee. Dus dan als je dan in je eentje bent, is ook hetzelfde als jij bijvoorbeeld een restaurant of bijvoorbeeld een McDonald's binnengaat en jij wil van alles bestelling anders zegt van ja, nee, nee, ik heb thuis nog gehad, dan voel je, je ook een soort van bezwaar toch? Mm. Dan ben je dat misschien met alcohol ook als jij degene bent die dan zoveel aan het drinken is, omdat jij het wel um, echt ja, nodig dat hebt. Ja, dan vind je dat mensen mee moeten doen. Een soort nou, dan voelt, voelt het al minder uh, alsof je echt fout bezig bent of zo. Dus, maar heb je het idee dat heel veel mensen het idee hebben dat ze fout bezig zijn? Ik denk het namelijk niet. Ik denk dat heel veel, ja, mensen, ik denk niet dat uh... heel veel mensen niet beseffen dan hoe, hoe, hoe dat voor je lichaam echt is. Um, want het wordt natuurlijk ook gewoon heel normaal gevonden. Uh, dus ik denk niet dat iedereen dat door heeft. Nee. nee. En, en, en andere, kijk, we hebben het natuurlijk over verboden middelen. Ja. Uh, substanties die je helpen. Ja. Hoe denk je dan over drugs? Nou, ik ben een tijdje natuurlijk uh, depressief geweest en uh, veel angst gehad. En toen heb ik wel, uh, mag je er überhaupt dat soort woorden zeggen? De pinnen... Maar ben je De pammetjes. Om, oh ja. Heb ik dan wel voorgeschreven gekregen. Was dat is dan niet drugs. Uh, ja, het wordt wel echt gezien als. Uh, ja? Ja, het is, het is niet. Uh, je kan het niet bij de apotheek halen, zeg maar. Jij kan het wel bij de apotheek halen, maar wel op recept. Ja, oké, okay, maar dat stond er niet echt drugs, drugs in die zin. Ik denk. Dus dus er wel mensen zijn die er goed op gaan. Om, ja, okay. Je kunt het namelijk ook uh, kopen, zeg maar, uh, illegaal. Ja, ja. ja. Dus dan. Okay. Ja, maar wordt het gezien als drugs? Ik weet het eigenlijk. Nee, niet. Denk ik denk het niet. Nee? Nee. Dat het mij zijn niet. kalmeringsmiddelen, toch? Ja. Ja, ja oké, okay. ja, op die manier. Ja, maar goed, dat is wel op... Maar dat is dus heel verslavend, hè? Ja. Uh, uh, yeah? Dat is heel verslavend. Ze hebben toen bij mij ook. Uh, um, ik had dan een arts die het nogal graag voorschreef. Mm. Geen wonder dat iedereen er zo graag heen ging, maar uh, <laughs> dat was echt, die was heel makkelijk. Ja, ja. Uh, en die had me uh, gelijk uh, flinke dosis meegegeven. Daar heb ik er wel heel netjes mee gedaan. Maar ik was in die tijd was dat voor mij echt even een manier om te ontsnappen aan al die uh, dat piekeren en ja. niet kunnen slapen. Um, uh, maar toen daarna ik de huisarts belde, toen was het al zo van: Oh nee, je moet eerst gaan kijken hoe en wat. Ik ging je niet zomaar nog even voorschrijven? Ja. Dat schijnt dus echt goed verslavend te zijn. Joh, dat wist ik helemaal niet. En al. ik snap het ook wel hoor, dat het verslavend ja, is. Want ik hunkerde er ook wel een beetje naar. Nu? Nee, ja, nu niet meer. Dat is oh. nu jaren geleden. Ja, weet ik niet. Ik weet nog wel, toen, toen, uh, toen ik jou leerde kennen, had wel, Hunkel die, had je nog wel zo'n pammetje. <laughs> nee, niet, nooit meer gedaan met jou. Nee, maar je dacht het wel wel als na van, oh, lekker. Ja, ik op, vind zo. het nog steeds. Ik weet wel wat voor effect dat is, ja. ja weet je, dat, is dat soort dingen in simmer dus echt niet. Ik denk altijd bij mezelf, ja, als ik me onrustig voel, dan ga ik er maar doorheen en dan, dan, dan fix ik het zelf wel. Ja, maar je, je, zou, je, je kan er niet omheen dat het A, een, um, voor heel veel mensen echt ja, een heel kan... fijn gevoel kan geven. Hey. Want uh, dat is natuurlijk een verslavende gevoel. You do you. Ja, heb vind ik altijd stom om te zeggen, you, maar do you. you do you. Nee, maar iedereen moet... Als dat helpt, ik vind dat helemaal niet erg. Voor mm. mezelf. Ik zeg altijd vanuit mezelf. Want ik vind, ik vind niet dat ik iemand anders iets kan opleggen... wat ik vind dat zij, hij zij moet doen. Ik ben over het algemeen ook niet echt voor medicatie... en uh, verdovende middelen. Liever niet. Um, ik heb wel eens gehad uh, dat ik op het Graaf Lyceum zat... en dat uh, ik uh, veel marathonavondjes had... En dat ze bijvoorbeeld wiet gingen roken hmm. in een huis waar wat heel klein was en waar geen ventilatie was. Dus ik heb me wel eens een keer heel licht in mijn hoofd gevoeld, maar ik rookte het zelf niet. Nee. En eigenlijk vond ik dat ook niet heel chill. Dus dat ik op een gegeven moment wel de ramen open. Ja. Um, maar ook dat, dat was Wiet is best wel normaal in een, in, in, bij sommige mensen. die wiet roken vinden wiet best wel normaal. Ja. Um, en me, ik, ik, oprecht heb ik nog nooit iemand een pil zien gebruiken. Of een snijfje zien doen. Nee? Nou, nou ja, misschien heb ik, ben ik wel eens in het bijzijn geweest. Maar ik nooit ik ben daar zo nooit niet op in. Ja, je, Het nee, valt je niet op, hè? Van, het valt me echt niet op. Ik ben daar ook helemaal niet mee bezig. Dat soort dingen zijn sowieso niet dingen waar ik mee bezig ben. dus dan Ik ben een hele saaie en een rare daarin, hoor. Maar ik ben ook wel best wel saai, hoor. Ik had op een gegeven moment... Uh, een vriend die zei van, uh, want ik werd dan kwaad op hem, van waarom moet je drugs gebruiken op een festival? Ik hou niet van festivals, ik hou niet van drugs en al dat soort dingen. En hij wel, maar die wilde dan graag, uh, wat is er? Ja, gewoon. Die wilde dan graag een pilletje gebruiken, wat er voelde, die verbonden met mensen. Ja, zei, maar dat had die jongen ook nodig, toch? Ja, nee, ik dat had die jongen helemaal niet nodig. Ja. Ik vond het hartstikke, hartstikke eng dat hij dat deed. en ik denk, uh, ik geef om je, dus ik wil liever niet dat je dat soort dingen doet. Maar? Maar, en toen zei je tegen mij van, ja, maar jij weet niet wat het is, want uh, jij uh, probeert nooit wat. We are made for each other, baby. We are made for each other. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het maar eens proberen, toch? Ja. En, um, en hoe was dat? Nou, dat zijn de, de meest uh, depressieve dagen in die periode geweest. Na, dat ik, uh, Ooit? Nou, wel in een lange tijd. Yeah? Dat ik echt dacht van, um, nou, ik wil het eigenlijk niet uh, zo. En wat had u toen gebruikt? Echt maar een kwartje van een uh, extensiebilletje. Zo? So? En ik vond het effect, dat ik dacht, dacht ja. ja, het zal wel te weinig geweest zijn hoor, maar ik vond het ook niet prettig. En um, uh, vooral het feit dat je wakker bleef, terwijl ik gewoon heel erg van slapen hou. <laughs> <laughs> ja Sorry. je ligt echt lang Kunnen wakker. Kunnen we niet hè? gewoon een keertje doen dat nee. jij het doet, want dan ben je tenminste wakker samen, nee. dat ik Ik Nee, helemaal leuk. niks. Je lichaam echt Daarna mijn hoofd en dat hoor ik wel vaker bij, ook autistische mensen. En er wordt iets op, de stof wordt opgebruikt en uh, dus het is vooral de eerste en de tweede dag. Ja, maar iedereen heeft dat toch? Want letterlijk is het toch. Nee, sommige de... mensen gaan er echt andersom. Degene ja. waar ik het mee deed, die was prima de volgende dag. Ja, maar het is toch de dinsdagdip is toch niet voor niks de dinsdagdip. Dat is toch juist om die. Uh... Ja, die heb je. Maar de gradaties. In. Niet iedereen heeft dat. Je hebt mensen die zeggen van ja, ik voel me een beetje kut. En je hebt andere mensen die zeggen van ik wil niet meer leven. Ja, dat, dat gebeurt echt. Weet je dat ik me soms dus heel saai vind als ik dit soort dingen hoor, dan denk ik van ja, ik heb dat allemaal niet geprobeerd. Ja, maar dat is ook nergens voor nodig om dat te doen natuurlijk. Nee, weet ik. Nee, ja, kijk, het ik... zijn geen fi fijne ervaringen geweest voor mij in ieder geval. En als je, als je angst hebt voor wat je in je lichaam voelt, dan moet je het echt niet doen. Nee, dat is denk ik ook wel. Ik denk dat bij mij, als ik heel. Ik kan natuurlijk niet wel zeggen van ja. Het interesseerde me al nooit. Maar ik denk dat het ook een groot deel angst is geweest bij mij. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dus jij was sowieso natuurlijk angstig voor uh, eventuele veranderingen in uh, alleen je hartslag al. Nou, dat was toen nog niet hoor, nee? als tiener. Nee. nee, maar ik denk wel dat het ergens mee eh, hielp dat ik niet volledig controle hield. Mm. Dus dat ik altijd al dacht van... Hm. En ja, ik denk ook omdat mijn opvoeding het gewoon echt totaal niet... Daar werd echt niks qua alcohol genuttigd, gewoon nul. Nee, precies. Behalve koemkwaad. Ja. was trouwens serieus wel lekker. was een beetje zoetig. Ja, maar dat is ook prettig toch. Zo uh, ik vind het alleen maar een uh, ideaal beeld om eerlijk te zijn. Wij zeggen we trouwens wel eens, als, als mensen uh, naar een festival gaan... en we zouden ja. uh, drugs, alcohol en foto's, foto's, maken. foto's maken, weghalen... dan gaat niemand meer naar een festival toe. Nou, dan gaan alleen de mensen die echt van muziek die houden, echt van denk muziek. ik. Dan zou ik wel naar een festival misschien Ja, dat zou ik gaan. ook wel graag vinden dan, ja. Ja, ja voor mij iedereen is het allemaal niet uh, dat iedereen zich helemaal lammaat... Uh, is er niet een sober festival? Dat is gewoon dat ah, iedereen moet blijven. Wel zijn. Zo zou zijn. ik best wel ziek vinden? Maar ook geen drugs. Ja, dat zou wel le lekker zijn, toch? Ja. Ik sta er wel uh, misschien. Uh, ik sta er voor open. Ja, ik sta er voor. Nee, maar kijk, als wij ooit zouden trouwen of een hmm. feestje zouden geven, gaat nooit gebeuren. Maar stel, feestje geven. Zie so, je In mijn feest. Probeer even te zeggen dat hij me nooit wil. Uh, nee, trouwen, trouwen zeg ik niet. Ik zeg feestje geven. Vraag zo, we maar. geven het een klein feestje. Een feestje kan ja, ook zonder alcohol, hoor. Nee, dan zouden wij, dat wil ik ook zeggen. Dan zouden wij het zonder alcohol doen. Ja, zonder kinderen. <laughs> Ander onderwerp. <laughs> maar wel, ja. Want dan moet iedereen terug naar huis... omdat het kind een dutje moet doen, toch? Oh, ja, Midden is, op de dag. Ja. Um, maar ja, alcohol, drugs... Uh, ik denk dat wij er allebei best wel hetzelfde in staan... Alleen jij ja. hebt meer geprobeerd dan ik. Ja, oh, maar nou, ja, een iets meer, ja. Le letterlijk een baby hebt meer geprobeerd dan ik, denk ik. Ja? Nou, vroeger je... deden ze wel eens rum op de speen, hè? Of, ja, of iets waar, anders, ja. als ze de, de tandjes pijn deden. Ja, ja, ja dus Misschien, ja. 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 Misschien heb ik ook wel een rummetje gepakt. Nou, ik heb echt wel alcohol in mijn leven op, maar ik, heb het nooit, ik ben echt oprecht nog nooit dronken geweest. Nee. nee echt nog nooit, ge aangeschoten wel, echt niet. Ja, dan mis je dan zo. niet zo. Ja. Ik heb nooit een kop, en katers en dat soort dingen. Het is voor mij een grote enigma. Ik weet niet wat. Het maar is. dat is ook gewoon. Dat verschilt ook zo per mensen. Hè? Want ik had katers van uh, nou nog net niet uh, 13 jaar lang. <laughs> en, uh, en de ander die, is, uh, die heeft een beetje misselijk. En dat is het dan weer. Ja, ja, dat is waar. Ja, dus uh, dat, uh, ik denk ook dat dat uh, liever dan dat je er je ziek van voelt, lijkt ja. mij. Dan dat je er heel goed op gaat. Want dan is er ook veel minder uh, risico aan. Ja. Dus wil je de snack van de week bespreken? Nee, ik word gebeld. Oh. Um, Dat is door de drukke rij, trouwens, toevallig, maar ik bel zo wel terug. Oké. Okay. Hey, nee, ik wil even vragen aan de kijker, luisteraar: uh, drink jij wel eens alcohol? Uh, wat, hoe sta je erin? Ik ben wel benieuwd hoe, hoe de kijkers en de volgers hierin staan. Ik vind het ook echt helemaal prima als jij echt vindt van joh, je, je lult poepen poep en uh, uh, het is helemaal niet zo erg en dat soort dingen. Al denk ik wel dat iedereen daar een klein beetje mee eens is dat dat wel zo is, maar hoe sta jij erin? Uh, is het wel iets wat ik een keer zou moeten proberen al het dronken zijn of niet? Uh, ja, en ik wil graag doen? nog een tip geven aan mijn fellow oh. autistic peeps. Yeah. Um, autistic peeps, ja. Yeah. Wat mij heel erg heeft geholpen als je een beetje problemen hebt met uh, maat houden, yeah. is denken: vind ik het hier gezellig? Mm. Heb ik zin in iets? Mm. Uh, iets lekkers? Um, weet ik dat ik? Uh, uh, dan kan je prima een drankje nemen. Dan vind je het ongezellig. Denk je van: nou, het gaat echt niet gezellig waar we hier worden. Ga dan vooral niet drinken, want dan wordt echt alleen maar erger. Ja. Yeah. Ja, je gaat misschien meer praten, maar uiteindelijk uh, alcohol versterkt ook stemmingen. Ja, dat is waar. Dus, uh... Maar, als we het over alcohol hebben, we kunnen het ook hebben over het snackje van de week. Ja. Hebben we een snack van de week? Ja. ja. Maar ik zit even te denken, om in het thema te blijven, is er toch iets qua alcohol wat we toch misschien zouden kunnen ja, aan, oh, wat, ja. wat wel lekker is? Ik had laatst weer een uh, mojito ergens toch in Antwerpen? Mojito. Yeah. Mojito? Nee, Mojito. Mojito, maar dat vind ik dus echt mijn favoriete cocktail ken Je Jij ging vroeger nog naar de bioscoop, toch? Nee. Heb je wel eens die, die reclames van, uh, van, van Mojito, Bacardi Mojito? Weet ik niet. Tom, 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 en dan ging ze klappen. Ja, tom, dat zou ze kunnen, ik niet. Ik ging een tijdje, had ik een patépas... en elke fucking keer kwam die reclame twee keer voorbij oh. bij een video, bij een film. Ik, op een gegeven moment werd ik er gewoon gek van. Ik heb het nooit gedronken daarna trouwens... Ik ben volgens mij de eerste mojito eens een keer met jou trouwens. Nee, dat is niet waar. Met sas heb ik ook een keer een mojito volgens mij gedronken. Mm. Maar jij zegt mo mojito? Ja, dat is mijn favoriete cocktail. Mm. Ik zou zeggen... alcohol weet ik eigenlijk niet. Ja, rood wijntje. Had jij laatst niet een... Fruitig een fruitig uh, rood wijntje vind ik altijd lekker. Een Moskou Mule. Nee. Oh, waar was dat nou? Je had een drankje. Ja, maar dat was geen alcohol. Oh. Nee, het was gewoon een ginger. Maar dat was altijd iets... Uh, dat leek een beetje... Mm. Dat was zo... bij pas Piets bedoel ik. Was dat met alcohol? Ja. Oh, daar heb ik wel iets op. Dat was geen Moscow Mule, hoor. Dat was iets anders. Moscame zit uh, ginger in, dat zat daar niet in. Mm. Dat was wel lekker, dat heb je wel gelijk in. Maar ik wil eigenlijk zeggen uh, dat een rood wijntje, fruitrood wijntje. Lekker kruidig. Heerlijk, dat vind ik wel lekker. Maar eentje bij een pastaatje of zo. Dat zou ik wel aanraden. Ja, precies. En jij dus een mojitootje. Uh, mojitootje, maar ik ga dat niemand aan die. Uh... Die geen maat kan houden. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, ik, ik zou geen alcoholisten aanraden. De. Dat snap ik ook wel. Nee, uh, maar, ja, op zich wel. Dat is wel heel duur. Dus op een gegeven moment hou je wel op, denk ik. 13 euro zo, per ja, dag. Gisteren moet betalen. zei een vriendin van jou zei van dat ze. De cocktails was gaan drinken. ze cocktails op het strand was gaan drinken. Ja, bij Kijkduin, kijk Duin, toch? Of toch? Nee, ja, dat andere. Dat was iets zo'n 65 euro kwijt. 5, nee, 70 euro? Ja, volgens mij was het 65, maar goed. Daar heb ze geen 10 euro voor je gegeven hoor. Ze was het namelijk 75 euro. Echt? Dus dat, ja, ze zijn met, met voor je was 75 euro, oh, maar het was, was 70 erg, euro. Hef. Dat was, nou, was echt duur. Terwijl dat, ja... Ja, sterke drank is gewoon duurder, maar... Het is, het is ook wel zo, uh, met, behalve als je naar Duitsland of Zeden gaat. Ja? Yeah? Of Denemarken. Eén mm. van die twee. Okay. Denemarken volgens mij, daar is het heel goedkoop. Is echt een place to be voor you dan? Voor mij, ja joh. Ik ga altijd naar Denemarken, schat, voor mijn, uh, voor mijn drankje. We krijgen veel positieve reacties. Mensen die het nog steeds met elkaar spelen en zo. Het is een uh, vraagspel en uh, elke aflevering doen wij een kaartje trekken. Het is altijd de neiging om dan midden te pakken. Hè? Heb je dat ook? Als je ja, op een ja. stapeltje. Ja. Oké. Okay. Welke verandering dit jaar heeft een negatief effect gehad op je mentale gezondheid? Zo. Jij mag eerst. Maar ja, maar dat is een zware inderdaad, qua. Uh, ik even na moeten denken over. Uh... Een, een negatief effect op je mentale gezondheid. Ja, dat is niet echt dit jaar. Ja, ik ben juist wel veel positieve veranderingen aan het maken, heb ik het idee. Eventjes weer in de negatieve sfeer zitten, toch? Ja, wat een, vera een verandering ook echt. Hè? Heb ik een verandering überhaupt dit jaar gehad? Nou, nu oprecht wel de verandering met de webshop. dat heeft wel een, Ik merk wel dat ik daar spanning van heb. Mm -hmm. uh, maar dat komt veel omdat ik bang ben dat ik verkeerde keuzes maak. Zodat dus ik dan toch de verkeerde keuze maak dat het... Uh, veel, nou kijk, het maakt me niet uit dat het veel geld gaat kosten. Oprecht niet. Het maakt me ook niet uit dat ik er geen winst op maak, maar ik wil er niet verlies op maken. Nee, nee, logisch. Um, en dan ben ik toch bang, ja, hebben we dan eigenlijk wel toffe dingen gemaakt. Gaan mensen het wel kopen? Zijn ze het niet op een gegeven moment zat? Dat terwijl we nu al uh, anderhalf maand aan het wachten zijn uh, op, op een nieuw, weet je wel, is die keuze ja. goed geweest? Dus daar merk ik wel dat het wel echt, ja, dat, dat zit wel hoog. Ja, maar zou je zeggen dat de keuze van de webshop het überhaupt uh, wat spannender heeft gemaakt op uh, mentaal vlak? Het maakt het zeker. Ja, hè? ja. Ja, want het kost gewoon... Ja, en dan ga ik nog een keer uitweiden in een video of misschien in een podcast of zo. Maar uh, het kost zo godschuwelijk veel geld om dat te doen. En um, ik ben altijd best wel van de safe mm -hmm. geweest, dat ik gewoon safe wilde spelen. Ja. En nu ben ik echt heel erg tegen mijn natuur aan het ingaan om toch... Uh, kansen te pakken en proberen om juist uh, daardoor te breken. En, want ik weet dat ondernemers die risico's nemen, gewoon eenmaal verder komen. En daar heb ik mezelf wel geprobeerd om de afgelopen anderhalf jaar om steeds meer risico daarin te nemen. Wel overwogen risico, maar wel risico's. Uh, ja, dat is altijd wel. Uh, ik merk altijd dat ik daar wel gespannen van raak ja Ja, kan ik kan goed begrijpen, omdat uh, uiteindelijk uh, financiële risico's nemen, volgens mij uh, nooit echt uh, prettig is voor je mentale gezondheid. Nee. Nee. Alleen als het heel goed uitpakt, maar dan ja. nog uh, niet anders stress. Niet alles pakt het even goed uit. Nee, maar ook die stress die je erdoor krijgt. Ja. Uh, maar mensen die altijd op C spelen, krijgen misschien ook stress omdat ze hun dromen nooit waarmaken dan. Daarom. Toch? Dus en dat het is wel een beetje, een, uh, nu, we, nu ik nog wel de kans heb om het te kunnen doen, we hebben geen uh, grote financiële lasten en zo. Denk ik, nou ja, ik kan het proberen, maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk ook anders. Dus dan ben ik benieuwd hoe ik er dan in sta, maar nu merk ik nog wel dat het dat heel veel spanning oplevert, want ik heb bijvoorbeeld heel veel van deze spellen weer laten drukken. Uh, ja, dat voel ik ook wel ergens, want ik moet daar ook achteraan van mezelf, want ik vind ik moet het verkopen. Mm -hmm. Maar dat levert ook best wel veel druk op. Ik weet er trouwens wel, een, maar dat was dus niet per se dit jaar, maar wel ja, ja dat ik dertig ben geworden. Ja, levert dat uh, Ja, op? omdat je dan, dan krijg je zo'n uh, baarmoederhals uh, ding binnen. Ja. Yeah. En ik was daar gestrest over. Ja. Yeah. Ik heb het toen dacht, nou, het doet gewoon niet ja denk er niet over na ja. nu ben ik toch gezicht ik denk ja ik moet het toch gewoon weten oké okay, dus nu ben je uh... ja ik ben gewoon altijd ik ben toch gewoon een soort van uh, altijd bang dat ik uh, wat mankeer hm. ja ja dat herken ik ja daarom je zal het ook wel begrijpen laatste moedervlek toch op mijn voet die moet ik nog, steeds, even ik moet gewoon, nog uh... steeds ja 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 ik heb dat ook met die moedervlekken maar ja. we zijn ja ik ben ook een stuk zo angstig geworden ja, dit is mijn leven altijd al geweest. Angstig voor plekjes en uh, dingetjes in mijn lichaam en dat soort dingen. Maar ja. uh, dat is een soort van ongoing thing. Ik heb dat altijd. Dus mm. uh, dan geeft me meest stress uh, meer. Zoiets als een webshop en zo. Maar bij jou dus die, die test. Ja, plus dat ik soms denk van uh, hoe ik. Ik ben eigenlijk bijna altijd moe. En ik heb altijd al weer dit en weer dat en weer dit en weer dat. Dat ik soms denk van ja zou het eigenlijk wel normaal zijn of mankeert er echt wat met me? Ja. Maar dan ga ik, um, ga ik mijn leven na en denk van ja ik blijf ik ben en blijf toch echt een autist. Ik ben gewoon moe, ja, ja. ik mijn hele leven al. Ja. En hoe ouder je wordt, hoe moe je eigenlijk ook wordt omdat het leven ook um, ja. Ja, maar ik heb wel bij jou het idee soms dat je het ook jezelf heel erg vermoeid maakt omdat je al angstig bent. Na, toen ik heel angstig ja, was ja. en alleen maar erover ja. nadacht, werd ik ook supermoe. Ik zou ook uh, we gaan nu natuurlijk naar de homeopaat toe. Ja. En ik zou ook tegen haar uh, vaak als ik iets heb dus ik voel een klein beetje oorpijn, dan, dan gaat mijn hoofd gelijk van... oké, okay, dit gaat sowieso erger worden. Ja. Uh, is het ernstig? Ga ik er voor de dokter moeten? Ga ik er heel veel last van hebben? En dan een uur later is het alweer weg. Ja. En dan heb je jezelf al die stress aangedaan. Jo, uh, als ik maar al iets voel in mijn lies... want ik heb een liesbreuk mm -hmm. uh, uh, al uh, drie jaar of zo. En als ik maar iets voel in mijn lies, dan ben ik al gelijk... ah, oh, het moet geopereerd worden. En toen werd ik laatst... Uh, <laughs> toen ben ik bijna de oh, flauwgevallen goed. omdat ik ging op, op hoe het werkte en ik ben dus totaal niet van de ziekenhuizen en operaties ik heb denk dan een klein beetje nou niet een trauma maar wel iets uh, heb opgelopen toen mijn ma een paar keer geopereerd is en zo dat ik dat echt heel eng vond hmm. en al die verhalen van er en zo uh, toen uh, trok ik wit weg achter mijn computer ja echt misselijk en helemaal draaierig en dat Wat soort erg, dingen Dat ik alleen maar zag hebben. dat het dat ik misschien onder narcose moest ja ja, dat is best wel lekker, gewoon narcose. Ja, het maar het is altijd echt... een risico, dus ik snap het. Ja, maar goed, dat is het. Gek ja. van mezelf, het spel, vetgezellig.nl, je kan hem kopen op bol.com. Vooral doen, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering, vond het leuk? Ja, zeker. Wel een interessant onderwerp, ik denk dat we nog wel eens een keer iets erover kunnen nou, zeggen. Nou, we zouden thuis. er heel, heel over door kunnen blijven praten, denk ik. Ja, want we hebben er, nou ja, komt het nou wel duidelijk over wat we zeggen en zo? Ja, ik denk ja. het wel, zo. Ja, ik zit even te denken. Van, heb ik niet eigenlijk nog iets wat ik kan? Ik had er wel meer kunnen vond. zeggen, maar het uh, is. Uh, nee. Nee, de tijd dringt hè? Ja, de tijd dringt. We moeten het ook even behapbaar houden. Behapbaar toch? voor onszelf ook. Dus je want... niet uh, aangevallen voelt omdat wij zo anti Oh nee. uh, dingen zijn. Oprecht niet. Ik weet dat het dom is om het op het laatste moment te zeggen, maar wees yeah. inderdaad, uh, drink vooral wat je wil. Ik, ja. ik ben namelijk echt van mening dat iedereen zijn eigen keuze maakt. Ja, precies. En Wat de een uh, slecht voor zijn lichaam vindt, vindt de ander gewoon ontspanning. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, nou, ik denk dat we wel over eens zijn dat het niet heel goed voor je is. Nee, maar er zijn overmatig, mensen die echt over, overtuigd zijn van dat het uh, inderdaad. Nee, overmatig. Ja, het precies. Overeen. Overmatig, ja. Denk ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn. Alles ja. wat te is, is sowieso niet goed. Ach, god, we zijn mijn oma altijd. Alles wat te veel wat te, te voor staat, is niet goed voor je. Te veel geld. Ja, nou ja, het is, ergens klopt het wel. Hij heeft toen van, ja, u heeft ook te veel geld, kunt u alvast overmaken ermee. Ja, maar ze zat altijd te weinig snacks in huis. En dat ah. was toch, maar dat was dan wel goed. Ja, wat is het niet met die oma's? Hè? Die had van die saaie snacks. Ja, sommige oma's niet hoor. Mijn, ja, mijn oma, oma was... had eigenlijk alleen maar kaakjes en zo. Ja, mijn oma was altijd van de hele stoffige crackers. Stoffige crackers? Ja, van die, van die hele goedkope. Die, niet van die, die... Maria-kaakjes en zo. Nee, crackers. Nee, Crackertjes, oh. dat is heel boring, Heel boring, maar ja, de vrouw is 90 geworden, dus... Uh, Op crackers. Best... Best een prestatie, toch? Ja, zeker. Maar goed, bedankt voor het kijken. Luisteren. Mocht je trouwens niet weten, je kan het kijken op YouTube, ook vet gezellig het kanaal. Komt elke week een aflevering op te staan. Ik vind het wel knap dat we het trouwens elke week nu al volhouden, al vijf weken lang. Ja, ik ook. Ja. Tot de ik hoef alleen maar te praten. Tot de volgende keer. Okay. En AI lost het allemaal op. Ja, toch? precies. Ja, ja. doegis. Doeg. Doegies. bye.